In het Feyenoordstadion in Rotterdam wordt in tegenwoordigheid van Hare Majesteit de Koningin en het prinselijk gezin een herdenkingsspel opgevoerd. De Waterweg heropen. Aan dit spel werken meer dan 5000 mensen mee. En meer dan 50.000 zijn er naar komen kijken. Een der eerste taferelen toont de bedrijvigheid van het vooroorlogse Rotterdam. Dan komt de oorlog. De Duitse overval begint uit de lucht. Parachutisten worden afgeworpen. Er ontbrandt een hevige strijd om de Maasbrug. De Duitse bevelhebber stuurt parlementariërs naar de stad met het bekende ultimatum: overgave of vernietiging. Nog voordat de gestelde termijn verstreken is, beginnen de Duitsers hun bombardement op de stad. Het leger moet capituleren. De Duitsers trekken over de Maasbrug. En dan begint de 5 jaar lange lijdensweg van de stad, culminerend in de razzia's op jonge mannen en de hongertochten. Het spel bereikt zijn hoogtepunt met de komst van de geallieerde bevrijdingslegers. De Waterweg is heroverd.